Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik heb gevraagd wat wil je graag zien en het was vooral lang houdbare bloemstukjes. Bloemstukken die je kunt laten indrogen. Dus ik dacht, daar moeten we wat mee, daar gaan we mee aan de slag. Vandaag gaan we aan de slag met een bloemenzaad die je dus kunt laten drogen. Dus lang houdbaar. Ik heb hier een roze variant gedaan met roosjes, hortensia's, allium en duizendschoon. En zo gaan we vandaag maken. Ik heb nu gekozen voor een andere kleurvariant. Zodat jullie een beetje het verschil zien, maar allebei goed en lang houdbaar. Wat ben je hier nou voor nodig? Nou, je begint natuurlijk bij de oasetaart. Tillandsia, wat al gedroogd is. Krammetjes, maar je kan ook voor ijzerdraadjes kiezen wat je aan stukjes kunt knippen. Een stuk touw. Jute touw heb ik al gekozen, maar je kan ook kiezen voor een stuk lint. Ik kies voor het jute touw. Verder heb je voor de basis nodig aspidistra blad. Ik heb hier een wat grotere variant en dan heb je aan twee genoeg, maar heb je wat kleinere variant, neem dan één of twee extra. En de snijbloemen waarvoor je wilt kiezen. Ik kies als basis voor de hortensia. Deze vult ten eerste al mooi op, droogt ook mooi in, dus je hebt dan echt al een goede basis. Zorg er wel voor dat je een goede rijpe hortensia hebt, omdat deze gewoon net wat mooier indroogt. Hè? Hier kun je gewoon al vragen waar je plaatselijke bloem is en zij zullen je dan helpen. Laten we beginnen met de basis en dan vertel ik straks meer over de bloemen die je goed kunt kiezen om hierin te gaan gebruiken. Dus je oasetaart erbij en de aspidistra blad. Het steeltje kun je eraf halen en aan de zijkant kun je deze in de taart stoppen. En dan rol je hem er als het ware omheen. En daarvoor gebruik je de krammetjes of de ijzerdraadjes die je even buigt. En daarmee zet je hem vast. Dat doe je ook met de andere, zodat je de zijkant helemaal bedekt. Zo zie je aan de zijkant al geen oase meer. Zet hem even weer vast met een krammetje. Als nodig is twee. Dan ziet dat er zo uit. Hij heeft nog een beetje aan de bovenkant vleugels, maar dat werken we zo weg. Je vouwt namelijk de bovenkant dicht en dat zet je weer vast met een krammetje. Je vouwt de zijkantjes dicht en zet hem vast met een krammetje of een ijzerdraadje. Pakken we het touw of het lint. Ik gebruik mooi jute touw, want dat vind ik mooi natuurlijk. Past mooi bij het geheel. En deze bind je er even omheen. Ik doe hem wat vaker. Je kan hem ook één keer gebruiken. Dat is net wat je zelf mooi vindt. En dan maak ik eventjes een strik in. En dan is dit de basis hoe je de oase aan de zijkant hebt weggewerkt. Dan gaan we beginnen met het decoreren van de taart. Ik begin met de zijkantjes weg te werken en zo kijk je nooit op het oase. Dus dan heb je echt al een goede basis en maak je het jezelf eigenlijk alleen maar een beetje makkelijk. Hiervoor gebruik je dus Tillandsia. Je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld Galaxblad of misschien heb je wel Hedrablad. Kun je ook gebruiken. Maar dit is al mooi gedroogd, dus het geeft gewoon een heel mooi effect. Tillandsia heet het en het is eigenlijk bij elke bloemenzaak volgens mij wel verkrijgbaar. Mocht het niet verkrijgbaar zijn, ik zet hieronder linkjes in. Dan kunt u het bestellen via www.uonlinebloemist.nl. De Tillandsia werken we heel fijntjes weg aan de zijkant, echt op de rand. En deze maken we op dezelfde manier vast met een kram. Of met een ijzerdraadje die je even dubbel buigt.
En dat doe je echt alleen aan het zijkantje, zijkant van de taart. Nou, dan heb je een hele mooie basis. Aan de zijkant is het oase al niet meer zichtbaar. Dan gaan we dus nu verder met de bloemen. En zoals ik zei, heb je al een hele mooie basis met de hortensia. Ik heb hier een, hele mooie groen-roze variant. Hele mooie sterke variant. Vraag dus bij de bloemist om een sterke variant hortensia. Je hebt er wat, die zijn nog net... Ja, iets te rauw en dan drogen ze niet heel mooi in. Deze zal heel mooi in gaan drogen. Ruiken. Ik pluk ze elke keer in stukjes omdat je op deze manier zo fijntjes mogelijk kan werken. En dat vind ik mooier. Plus je krijgt het heel compact waardoor het iets mooier indroogt. Ga je aansnijden en dat doen we ook met de hortensia. En dan verdeel ik hem over de oase heen. En hier gaan we straks de bloemen tussen steken. Elke keer snij ik hem even goed schuin aan en ik stap hem er stevig in, dus dat je echt mooie bolletjes krijgt. Zoals je ziet heb ik al een hele mooie basis nu. Hij is al mooi bedekt met de hortensia. Maar waar je rekening mee moet houden is als het indroogt, krimpt het materiaal. Je moet dus echt zorgen dat je goed compact werkt, zodat je geen gaten krijgt straks als de taart gaat indrogen. Dus ik ga nog iets hortensia eraan toevoegen. Kijk, het is al heel mooi gevuld, maar hier tussen kan nog best wel wat bij tussen. Zo heb je ook straks weinig andere bloemen nodig, maar heb je een hele mooie basis wat heel mooi compact is. Kijk. Dit is mijn basis. Ik vind hem zo wel erg mooi. Je zou hem dus ook gerust zo kunnen laten indrogen. Zonder andere bloemen. Maar wij gaan de roosjes en andere materialen toevoegen. In deze taart ga ik gebruik maken van verschillende materialen aan snijbloemen. De zuiderwindlelie, ornithogalum, eucalyptusblad, een mooi roosje en hypericum. Dit materiaal droogt eigenlijk allemaal echt heel goed in. Dus geen probleem. Je kunt ook andere materialen gebruiken, zoals gipskruid, statisch, ga zo maar door. Heb je nou zoiets het idee van, goh, ik zie een mooie bloem in een bloemwinkel, vraag gewoon of die geschikt zijn om te laten drogen. We beginnen nu met de roosjes. Ook hier is het belangrijk dat je de bloemen echt goed schuin aansnijdt en zorgt dat hij er mooi stevig in zit. Ik ga nu verder met de hypericum en die verdeel ik op dezelfde manier. Hetzelfde doe ik met de zuiderwindlelies. En ook de eucalyptus. Zo heb je dus een super gaaf bloemstuk wat je kan laten indrogen. Je kan hem ook op verschillende ondergronden doen, zoals een houten ondergrond. Maar je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een mooie schaal. Je kan hem helemaal maken naar eigen stijl, wat jij leuk vindt, welke bloemen jij mooi vindt. Maar hou dus rekening mee welke goed kunnen drogen. Ja, ik hoop dat jullie hier wat leuks aan hebben gehad. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte en dan zien we me de volgende keer weer. Doeg!